Maar Christel, fijn dat je er ook terug bij bent. Hier ben ik dan met het lang verwachte deel van het nooit eindigend verhaal, deeltje 2, die zich gaat centraal stellen rond het gegeven sleutel of de amulet. Om ons terug weer wat in het verhaal te brengen, zou ik beginnen met gewoon even te herinneren aan de tekst van het liedje zelf, van dit verhaal. Keer om, omkeren, terugblikken, reflecteren. Kijk naar wat je ziet, in haar gezicht, de spiegel van je dromen. Laat geloven dat ik overal ben, gegeven in het licht, beschreven op de bladzijden, is het antwoord op een nooit eindigend verhaal. Rijk naar de sterren, vlieg een fantasie, droom een droom. Wat je ziet zal zijn. Raadsels die hun geheimen houden, zullen ontvouwd worden in de wolken. En daar, op een regenboog, is het antwoord op een nooit eindigend verhaal. Toon geen angst, want zij zou kunnen verdwijnen. In jouw hand de geboorte van iets nieuws. De sleutel. In het verhaal kreeg Atreo en Bastiaan een amulet van de keizerin. Het is iets wat hun gegeven wordt. En deze amulet staat eigenlijk als teken dat zij kunnen spreken in naam van de keizerin. Een amulet is meteen ook iets wat aangereikt wordt opdat het hen geluk mag brengen. Een soort van ondersteuning. Een kracht die hen meegegeven wordt. En zo zou je kunnen zeggen dat ook wij in deze tijd, waar we ook zijn, een eigen amulet hebben. Een sleutel in onze handen, gegeven door het goddelijke zijn. En ik zou beginnen met een kaart die niet getrokken is, maar die ik heel bewust uit het pakket heb gehaald. En op deze kaart zie je een jong meisje in de hof, of in een hof, in een tuin. En ze staat vlak voor een tuinhekken. Een tuinhekken die thans nog gesloten is. Aan een ketting rond haar hals hangt een sleutel. Deze sleutel past op het tuinhekken. Je zou kunnen zeggen als het ware, we zijn in het bezit van een sleutel. En deze sleutel zou je kunnen vergelijken met de keuzes die we kunnen maken in ons leven. We kunnen ja zeggen aan iets en we kunnen nee zeggen aan iets. We kunnen deuren openen en deuren sluiten. Dit is wat ons gegeven wordt in de vrijheid van de keuzes die we kunnen maken. Verder zou je ook kunnen zeggen dat wanneer wij onze sleutel aanwenden, wij iets de vrijheid kunnen geven. We kunnen iets loslaten, iets of iemand zijn eigen pad laten gaan. We kunnen ook met de sleutel iets opbergen, iets bewaren, iets vasthouden
iets veilig houden. Dit is tevens ook een keuze, een kaart die ik niet heb getrokken, maar die ik heel bewust heb uitgekozen. En dit is Isis, met de levenssleutel in haar hand. Een sleutel die leven geeft. Een sleutel waarmee wij iets kunnen manifesteren wat wij willen. Wat wij daadkracht, levenskracht kunnen bijzetten. Omdraaien van de ank, de levenssleutel. Je zou kunnen zeggen, waarvoor gebruiken wij deze levenssleutel die in onze handen vertoeft. En dan heb ik wel even gekeken naar een boodschap vanuit het universum. Om te zien wat het universum verlangt dat wij doen met deze sleutel. En de eerste kaart die ik mocht ontvangen is de kaart van kompas. En je weet, het kompas geeft altijd eenzelfde richting aan, het noorden. En spiritueel is er vaak sprake van de juiste richting. De richting die is voor ons hoogste goed. Wat dit ook inhouden mag. Het geeft dus altijd een bepaalde richting aan. En het is belangrijk dat we kunnen zoeken met onze sleutel welke deuren wij kunnen openen of horen te sluiten om deze richting aan te houden, om deze richting voor onszelf te kunnen volgen. Wat hierbij heel ondersteunend kan zijn, is de volgende kaart. De magie van het gebed. Ook dit komt steeds weer terug. Het is dus belangrijk dat we af en toe, voor het nemen van een beslissing, dat we verstillen, dat we ons naar binnen keren, dat we onszelf bevragen, dat we het leven in vraag stellen, dat we ook luisteren naar het leven wat het ons te vertellen heeft, zodat wij de juiste beslissingen kunnen nemen. Het is helder gaan horen, helder gaan zien, helder gaan voelen, helder gaan weten, om van daaruit de actie die goed voelt voor onszelf, die voortvloeit vanuit duidelijkheid, vanuit een gevoel, vanuit datgene wat ons kompas aangeeft, de volgende stap te kunnen zetten. En dit zal ons leiden naar de volgende kaart die tevoorschijn is gekomen. Dit is een kaart die aangeeft pieken van vreugde. En het is misschien een aanwijzing in welke richting wij onze levenssleutel horen te gebruiken. Te zorgen dat datgene wat we openen of sluiten ons uiteindelijk naar een groter gevoel van vreugde kan leiden. En nu hoor ik je luid opdenken, ja maar, soms wanneer we deuren sluiten, dan breekt ons hart in twee en kunnen we niet echt vreugde voelen. En ja, dit is waar, dit zou best kunnen zijn. Maar soms, wanneer je even wat tijd laat voorbijgaan, en ziet waarom dat je de deur hebt gesloten. Misschien was het nodig. Misschien hoorde dit te gebeuren, al had je pijn. Maar was het noodzakelijk om je te leiden naar een nieuw gevoel van vreugde? Naar een nieuwe vorm van vrijheid? Naar een nieuwe vorm van ontdekken wat er allemaal nog mogelijk is. Afronden van een cyclus
is vaak noodzakelijk om iets nieuws geboren te laten worden voor onszelf. Uiteindelijk zou je kunnen zeggen dat deuren sluiten vaak hetzelfde gevolg kunnen hebben als deuren openen. Het leidt uiteindelijk naar iets anders, naar iets nieuws. En de bedoeling van onze keuzes wordt aangeduid ook in de volgende kaart. Het geeft aan het vinden van het Gouden Paleis. Hout vinden. Je zou kunnen zeggen, het is vinden van ware rijkdom. Vinden van ware liefde. Vinden van het ware geluk. Van ware vreugde. Van alles wat puur is. Het is zoeken naar de essentie van het leven. Naar de diepgang. Naar datgene wat jou een rijk gevoel kan geven, diep binnen in jezelf. Het gaat niet zozeer om materiële rijkdom, alhoewel dit zeker geen obstakel hoeft te zijn, want uiteindelijk zijn we met ons allen hier op deze aard om een voorspoedig en overvloedig en gelukkig leven te leiden. Wij hoeven dan ook geen gebreken te lijden. Wij mogen genieten van de schoonheid, van harmonie, van vredevolle dingen, van alles wat goed is voor onszelf. Het Gouden Paleis. Fantasia herstelt. Ook zo zou je het kunnen noemen. Fantasia gered. Hout is vaak een kleur die verwijst naar koninklijkheid, naar een schatkist. Het is misschien die verborgen schatkist vinden binnen onszelf. Het kleur goud verwijst immers ook naar het goddelijke. Naar het zonnige principe in ons leven. Het Gouden Paleis vinden is de zonvolle reizen binnen jezelf. Is de warmte en het licht voelen, waardoor jij kan groeien en bloeien. Waardoor jij je geborgen mag voelen. Gedragen. En dit leidt tot de volgende kaart. Tot leven komen. Het voelt als een initiatie, een inwijding. Om doorheen het levensproces van leven en sterven een nieuwe geboorte mee te maken. Iets nieuws toe te laten binnen jezelf. En het mooie is, het laat mij denken aan het wakker worden. Het wakker gekust worden door het leven zelf. Denk maar aan de vele sprookjes waar er sprake is van ze leefden nog lang en gelukkig. Dit is onze lotsbestemming. Dit vreugdevolle, houtkleurige rijkdom te mogen ervaren in ons leven. Dat is de richting tot de welke wij geroepen zijn. Het is ook de richting in de welke wij gewezen worden, die aangegeven wordt. En wij kunnen daartoe bijdragen door ons gebed,
door ons af te stemmen op die goudkleurige essentie binnen in onszelf. Die gouden prachtige tempel, waar wij tot verstilling kunnen komen en vanuit de verstilling ons volledig vrij mogen voelen. Waar wij hoogtepunten en pieken van vreugde en liefde en van geluk en vrede mogen vinden. Dit is de rijke waaier die ons aangereikt wordt. Dit is het redden van Fantasia, dat alles terug in harmonie en evenwicht hersteld mag worden, waardoor het dagdagelijkse leven gewoon zijn verdere gangetje kan gaan, waarbij een ieder zich gelukkig en voldaan kan voelen, genietend van de schoonheid van het leven, reikend naar de sterren, een fantasie vliegen, dromen, het kan allemaal. En een weg daartoe, om heel bewust met onze levenssleutel om te gaan, is gaan verwijlen in de stilte, waar onze kracht geboren wordt in de koninklijkheid van stilte. Verstillen. De stilte laten spreken. Het is zich afstemmen, zich verbonden voelen, zich opgenomen voelen in het al. Het is boven alle dualiteit uitstijgen, zichzelf gedragen voelen. In de stilte kun je luisteren, luisteren naar elke vorm van geluid die jou omgeeft. Het herinnert aan de stilte van de woestijnperiode, waar alles vertraagt, waar alles lijkt te stoppen en waar stilte het nieuwe openbaart. Een bepaalde schoonheid laat zien, een rust weerspiegelt, een vinden van zichzelf. Een thuiskomen en zichzelf opgenomen voelen. De weg vinden naar het Gouden Paleis, waar je alles vindt wat je nodig hebt. Het doet mij denken aan het Graal, of de Graal mysterie liever, aan het mysterie liever van de Graal. De Graal, de goddelijke wijsheid, de gouden nectar, het verwijlen in de zon, het opgeladen worden, als ook het ontladen worden van alles wat wij niet langer nodig hebben. En de kaart verwijst naar de maan. Naar zaken waar wij misschien nog niet de volledige volheid van kennen. Dingen waarvan we ons onbewust worden, die zich plots bij onszelf kunnen aanbieden en die ons triggeren om verder te gaan, op zoek te gaan, om meer en meer het mysterie te gaan ontsluieren. De maan is ook vaak een plaats waar wij geconfronteerd worden met angsten, met datgene wat we liever niet zouden willen weten, waar we liever niet bij stilstaan. En toch is het zo belangrijk
dat we dit niet ontlopen, dat we er geen angst voor hebben. Herinner je in de tekst, reik naar de sterren. En dat raadsels zich zullen ontvouwen in de wolken. We zitten hier als het ware op de maan. Nieuwe onbekende gebieden. Een ontdekkingstocht. En het mooie is, de dame die erop zit, is in het paarse kleed. En mijn volgende kaart heeft idem diezelfde kleur aan. En ze spreekt over de heilige amethyst. Goddelijke alchemie. En de boodschap luidt, ga voorbij huidige uitdagingen. Focus jezelf op wat je wenst. We zitten dus in een bijzondere spirituele tijd. En deze purperen kleur laat mij ook denken aan de purperen mantel van Jezus. De koningsmantel. En ook hier zie je dat in het paars bij de holy amethyst heel sterk het goudkleur naar voren komt. Het gele houden kleur, als ook in de maan. Vaak is de maan afgeschilderd als zilver, maar hier zie je beiden goudgele kleuren, het gouden paleis. Glimpen van wat het mogelijk kan inhouden voor onszelf. Er is dus een nauwe verbinding met het spirituele en het vinden van het gouden paleis. En ik heb de amethyststeen erbij gehaald. Een steen die ons herinnert om geen angst te hebben. En wanneer wij geen angst hebben, kunnen wij staan in volledig vertrouwen, in hoop en in liefde. Wij staan onszelf niet langer in de weg. Wij durven keuzes maken vanuit ons hart, vanuit de liefde. Het is een zich laten leiden vanuit liefde. En het geeft dan misschien ook aan dat we niet bang hoeven te zijn voor de angst die wij binnen in onszelf gewaar worden. De angst van ons negatieve denken. De angst van datgene wat wij ervaren als dingen die ons beperken. Als ook de angst van het niet weten. Angst voor het onbekende. Angst voor mogelijke veranderingen. Angst voor het leven van het leven zelf. Angst voor het openen van ons hart. Waar die hemelse nectar in verborgen ligt. En ook alle antwoorden op onze vragen. Dit brengt mij terug aan het beeld van de Christus op het kruis. Als je bedenkt, Jezus ligt er met zijn armen wijd open gestrekt. Zijn handen open. Zijn armen wijd open. En op het laatst wordt zelfs zijn hart door een spier wijd geopend. Waaruit het leven kan vloeien en stromen. En nieuw leven kan
voortspringen. En dan kom ik bij het kaartje manifesteren. In het onzichtbare liggen oneindige mogelijkheden te wachten tot je ze zich laat manifesteren. Wat in onze ogen vaak een eind lijkt, is meestal een begin van iets nieuws. De geboorte van iets nieuws ligt in onze handen. Elk moment. En de amethyst herinnert ons daaraan. Het nodigt ons uit om voorbij uitdagingen te gaan kijken. Om dieper te gaan reiken. Om te gaan puren en te boren naar datgene wat echt verscholen zit in datgene wat er gebeurt. En het helpt ons ook te herinneren om onszelf te focussen op datgene wat we willen neerzetten. De ank, het kruis, sleutels die deuren openen, die toelaten dat een mysterie zich ontvouwt. Die herinnert aan een portaal, de regenboog, een verbinding, een verbond, een eeuwig verbond, die ondanks welke verstoring van evenwicht of welke bedreiging ook nooit verbroken kan worden. En de gedachte komt thans bij me binnen wanneer de speer Jezus hart doorboorde, als het ware zijn hart wou breken, wou doden. Dan pas, dan echt, dan vloeide het leven in zijn volledigheid. Onze dieptepunten zijn hoogtepunten. Het is initiatie. Het is inwijding. Het is alchemie. Waar lood hout wordt. En er wordt verwezen naar de steen van de wijzen. Een steen trotseert de tijden. Is sterk en krachtig. En het brengt ons in gedachten naar een berg, een stevige rots in de branding, een steen der wijzen. En als ik vroeg aan aartsengel Metatron, wat kan jij daar nou aan toevoegen aan deze sleutel? Dan is zijn boodschap van, word wakker. En op deze kaart zien wij het getal 2. In 11. 1 en 1 is 2. En we bevinden ons in 2020. Constant komt deze kaart naar voren. Wakker worden is je ogen openen, is de nieuwe dag verkennen, iets nieuws beginnen, is opstaan, is verrijzen, is zich herboren voelen, is komen uit de nacht, het nieuwe daglicht tegemoet. Dit is onze sleutel, dat wij keer op keer hetzelfde kunnen bewerkstelligen. Dat wij herboren worden vanuit de nacht naar een nieuwe dag, een nieuw begin, nieuw gegeven, een nieuw begin.
de zweetgutsceremonie komt ze naar voren. Naast luister en merk op van Metatron. De zweetgutsceremonie herinnert ons dat wij deel uitmaken van een veel groter geheel. We zijn een deel van het universum. En in de zweetgut komen wij in dit universum. Treden wij binnen in dit contact. En net zoals er in het nooit eindigend verhaal sprake is van Fantasia, die gered hoort te worden, zou je kunnen zeggen dat er ook voor ons sprake is dat wij ons kunnen redden door de keuzes die wij maken. Laat ons kiezen voor keuzes die het leven bevorderen, die onszelf en anderen helpen, dat wij het grotere geheel dienen, dat wij ons afstemmen op wat echt, eerlijk, liefdevol, respectvol is, solidair, rechtvaardig en spreekt van eenheid en verbondenheid. In de zweetgut zou je kunnen zeggen, gaan wij gaan spreken in termen van we in plaats van ik. We worden opgenomen in het al, vanuit het niets, vanuit het niet weten. We worden gezuiverd, ontdaan van alles wat we niet langer nodig hebben, zodat er ruimte is voor het nieuwe. De zweetgut staat dan ook voor een diep helingsproces, een verzoeningsproces binnen onszelf, waar we uiteindelijk van wat wij misschien als onheil ervaren, thans ook het helende proces gaan zien, het heilsproces. En dit doet mij denken aan de tarotkaart, de zegenwagen, met de menner die het witte paard en het zwarte paard in evenwicht brengt en voor zich laat galopperen. Een wijze is iemand die de essentie kan zien, verscholen in het duister, verscholen in het licht. Hoe beiden geen tegenpolen horen te zijn, maar een aanvulling. En gelijken kunnen zijn van eenzelfde groots verhaal. En die menner van deze twee paarden, die brengt mij tot bij de volgende kaart. En die kaart spreekt over spirituele geschenken, aardsengel Raziel. En de kaart zegt, dank je Raziel, om mij te helpen channelen, mijn geschenken en mijn talenten. Raziel is de Merlijn. De Merlijn van het manifesteren. Im. Twee woorden met im. Zoveel woorden beginnen met M. Moeder. Mother. Manifesteren.
Mooi. Michael. Moonstone. Je ziet het licht in de handen van Raziel. Ook het licht op zijn voorhoofd en het licht in zijn hart. Het licht in zijn hart is het centrum. En als je de lijnen doortrekt, dan krijg je een prachtige driehoek. Een drievuldigheid. En het herinnert mij iets wat aan de figuur van Jezus. Met de doorboring van zijn handen, doorboring van zijn hart en de kroon op het hoofd. En thans brengen ze mij meteen terug naar het gouden kasteel, het gouden paleis, het gouden licht. We hebben het weer. Onze handen kunnen gelen wanneer wij de liefde en het leven, het licht laten stromen. Ons denken kan verlicht zijn. En ons hart kan zich wijd openen, als een bloem, als een roos, als de zon, die er voor altijd schijnt, die telkens opnieuw weet te reizen, ondergaat om opnieuw te verschijnen. Uiteindelijk komt het eerste licht. Dit is de laatste kaart. Een begin van een nieuwe cyclus. Zoals Atreyu en Bastiaan de handen in elkaar hebben kunnen slaan, en kunnen werken, samenwerken, om Fantasia te redden, bewust dat hun beider aandeel noodzakelijk was om te manifesteren datgene wat ze wensten, wat ze droomden. Zo is het ook voor ons belangrijk dat wij de handen in elkaar slaan met de onzichtbare wereld. Vanuit de zichtbare wereld. Ons dagdagelijkse bestaan. Samen met dit eeuwige en tijdloze bestaan. Samen vormen wij een nooit eindigend verhaal. Waar, als je terugblikt in de geschiedenis, telkens opnieuw, nieuw licht opnieuw tevoorschijn komt. Als er iets leek te eindigen, dan was er reeds een begin van iets nieuws aanwezig. En dit heeft tijd nodig om te groeien. Dit vraagt ook dat we geduldig zijn, dat we aandacht hebben, dat we het ruimte geven om het zich totaal te ontvouwen. Net als alles in de natuur. Heeft alles zijn eigen tijd, zijn eigen cyclus, zijn eigen groei. Het eerste licht, de eerste zonnestralen, een eerste glimp van wat mogelijk kan zijn. Het begin van een nieuwe cyclus. En je ziet hier als het ware de zon. Je zou kunnen zeggen, een deeltje van de maan. Zon en maan vloeien in elkaar, vormen één groot geheel. En je hebt de winterperiode hier vertegenwoordigd, met de heldere sterrenhemel,
als ook met de lente en de zomer. Het wijst op een voltooiing, op het grote geheel. Dat alles een aspect is, een facet, een glimp van iets waar we de totaliteit misschien nog niet volledig van kunnen overzien. Al wenden wij onze sleutel aan en creëren we samen als zichtbare en onzichtbare wereld. Toch zullen wij steeds verrast worden van het nieuwe die zich aanbiedt, als een ongeschreven bladzijde, als iets puurs, zuiver en nieuw, iets wat ontkiemt en nog heel wat leven in de kiem met zich meedraagt. Onze sleutel, onze bijdrage is zo belangrijk, omdat we een verschil kunnen maken. Vanuit die stille verbondenheid, binnen onszelf, waar dit volledige gouden paleis op ons wacht, om door ons ontdekt te worden. En de weg gaat altijd verder. Ze stopt niet. En laat ons niet vergeten dat scheppende kracht een vernietigende kracht kent, als ook een creatieve kracht. Het witte paard en het zwarte paard. Leven en dood. Waaruit telkens opnieuw een wedergeboorte als een volgende stap blijkt te zijn. Dit is het mysterie van inwijding, van initiatie, van het sleutel van het geheim van het leven. En deze sleutel is in ieders handbereik, is aan iedereen gegeven. Wij kunnen kiezen hoe wij scheppen. Denk maar aan de Indiaan en zijn beide wolven. Degene die we voeden, die wint. Laten we dus wakker worden, luisteren en opmerken, leren wat wij hieruit kunnen leren. En laat ons deze sleutel vooral aanwenden om meer nieuw leven te creëren. En ik kan niet mooier eindigen dan met de blije noot van Céline Dion. I'm alive. Ik zou zeggen, lieve mensen, dit was het. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Zo ja, ik zou het leuk vinden om een... Ik vind het leuk van jou te mogen ontvangen. Als ook... Ben je geïnteresseerd om op de hoogte te blijven van volgende video's? Dan wijs ik je graag door waar je kunt abonneren. Dit is volledig gratis. En dan rest er mij enkel nog jou te zeggen namaste. En graag tot de volgende video.